Yo, kijk van hier op TV met een nieuwe aflevering van Roller Tycoon World. En please end my suffering. Want dit gaat gewoon echt te ver. Deze game is broken as fuck. It won't work. We gaan betalen, dat boeit mij niks. Niet heftig genoeg. Ik hoef niet om heftig te zijn. Schermen duurt hij net iets te lang. Die is dus kapot. Geparkeerd attractie. Oké. Okay. Ik vind dat iets nuttigs. Ik zou weer hem in. Nee. Wat? Ik ging de hele tijd zo lekker. Omdat ik de vorige maat zelfs winst gemaakt. Yes. Wat? Dus we hebben ons bezoek aan. Ik heb attractie. Ik heb familieattracties. Even kijken. In 46. Er komt ook een lening die ik moest doen. Maar het probleem is, ik kan me gewoon niet afbetalen nu. Maandelijkse belasting is gewoon $875. En dat is gewoon veel te hoog. En dat kan ik dus gewoon niet afbetalen nu. En dat kost mij gewoon een nek. Daar hebben mensen honger, kan ik hier nieuwe attracties bouwen, niks. Maar het bedrag dat ik geleend heb, wordt wel heel langzaam steeds lager. En echt elke keer wanneer mijn schulden ook hoger worden, wordt het bedrag ook afgetaald gewoon beter. Het gaat steeds verder richting de nul. Dat is gewoon echt een probleem aan het worden nu. Maar dus ik moet meer geld hebben. Dan heb ik al lager gestaan, dieper in de min. Dus ik had het ook zo bekijken. Het was erger. Een beetje muziek afspelen, misschien trekt er nog mensen. Hier kwam dus wel mensen zien. Nee, dat is wel een beetje geld op. Ik heb de hek volgens mij. Ja, nergens een toertje rondrennen. Oh, daar gaan we dan. Hey allemaal, ik reis naar Ed's op 9 maart te genieten van geweldige dinners. Ik kan niet wachten om jullie te weten hoe het was. Ja, maar ik wil er niet op zitten. Hoogwaardige kwaliteit. Nou, alsjeblieft. Hop. We hebben weer wat burgers gekocht. Oké. Okay. Die komt dus op 9 januari. Dus dat is over 20 dagen, zeg maar. 21 daagjes. Inspecteert attractie. Nee, je loopt nu naar een attractie toe. Inspecteert nog helemaal niks.
Ik wil geen ritjes meer maken. Eentje ervan af. En nou komt weer een beetje geld binnen. Komt ie maar met al dat money. Kom maar bij papa. 1302. Alles wissen. Nou, heel fijn dat we hierop kunnen drukken. Dank je. Oké, hoe gaat het met een lening eigenlijk? Even kijken, waar stond dat? Moet ik hier op drukken toch? Nee, financiën daar. Nog 632 en dan pas kijk je winst gaan maken en deze scenario afronden. Waarom is dat, moet dat rood zijn? Die en dan. Ja, we gaan naar de juiste plek toe. Kijk, dat is hier naartoe. Wow, ik ben paddelijk geglitst. Maar je doet niet eens moeite om ernaar te zoeken. Je loopt er dadelijk langs en je hebt honger. Wacht even. Hier loopt die. Kun je wel hier op drukken? Ik heb al wat gehaald. Oh, lening afbetalen. Ik kan hier nergens eten kopen. Ah, dat kun je dus wel. Alleen moet je... Alleen maar simpele gerechten. Als jullie weer zo'n rare scenario opschepen. Sta ik nog steeds in de min? In ieder geval, mijn lening is afbetaald. Dus dat is in ieder geval erg of wat. Best wel een flinke tijd geduurd. En een inkomen van 750 nog hebben voor hiervoor dit doel. Beroemdheid niveau. Oh, op zo'n manier. Nou, die kan het geld dus eigenlijk gaan binnenstromen. Mensen waren zeur dat ze honger hebben. Dat kan ik attracties plaatsen nu al. Onvoldoende saldo. We zijn nog steeds lekker in de min. Zucht. Nou, nog maar 1000 euro in de min. Reus, dat is best wel huge eigenlijk. Holy shit. En ik kan die game niet op fatsoenlijke FPS draaien op dit moment. Wel ook op 43 frames per second. Als ik het haal. 35 heb ik af en toe ertussen zitten. En nu gewoon 28 zelfs. Ik zal er achter op staan. Hey schatjes. Ik ga gauw naar het aanliggerwal. Om wat souvenirs met avontuurthema te scoren. Ik spring er bovenop. Jeeha! Zie me daar maar... Zie daar maar eens naar te komen. Komt aan op 21 april. Leuk. Alleen...
Dit is mijn. De jet daar nog niet toe aan rijdt eigenlijk. Voor het souvenir. Een prijs, 1600. Ik kan er even één kopen, zo meteen alvast. Wow, ik heb er weer 30 bij. Heel mooi. Ik wil eens roteren. R? Nee, dat is niet. Oeh, moest ik roteren? Nee, niet zo. Volledig automatisch of zo. Kom op, ik wil weer winst hebben. Ik wil die 1600 hebben voor die 20 april eigenlijk. Ja, come on. Kan wel. Come on. Ik vrees dat het weer een beetje klaar is met draaien. Hier wat meer mensen bij komen. Zijn mensen een hamburgertje nemen. En een blikje drinken erbij. Ja, heel leuk dat die influencer er is, maar ik heb alleen geen geld voor zo'n stand. That's the whole problem. Ik moet nog $1000 erbij hebben. En dat geld heb ik gewoon niet. Of ik moet een 100 attractie gaan verkopen. Kijk, en dat kan dus ook niet, want dan heb ik ook niet voldoende. Ik moet deze influencer dus waarschijnlijk teleur gaan stellen. Puur dat de game gewoon zo vaag in elkaar zit, dat ik gewoon helemaal niks kan. Ik kan de kwaliteit van je hamburger omlaag schroeven. Maar laag weer. En laag. Dan krijg je misschien wel weer wat terug. Totale winst, 15.000. Daar heb ik nog steeds niks van gemerkt dan. Nou, ik kon nog maar ongeveer... Nou, laten we zeggen 600, 700 hebben. 700, zeg maar. Ja, dat had ik je wel kunnen vertellen. De game, die werkt gewoon niet goed. Wat betreft op souvenirs. En geld. Ik kan mijn park maar ook niet echt omhoog knallen. Nou, mensen zijn nog net iets te duur volgens mij. Circus 1 is kapot. Maar is deze kapot? Every 10 minutes. Nee, mensen zijn best wel honger eigenlijk. Laten we gemiddeld doen. En van plan het park gewoon dit eerste keer te gaan halen, maar het gaat zo langzaam met die inkomen. Ik heb een flauw idee hoe ik het gewoon heel snel kan doen. Omdat de attracties gewoon best wel duur zijn. Oké, want dit kost gewoon too much. Hoe groot deze attractie is. Kijk, ik moet gewoon te veel, heel veel werk slopen hiervoor. Anders gewoon niet past. Oh, heel precies klikken, anders werkt het ook nog niet eens.
Ja, en hier gaat weer een hele berg geld. Oh, serieus, werkt dat zo? Een bulk wissen. Kijk, zoveel geld heb ik dus niet. Kijk, en heb ik nog steeds niet genoeg ruimte vrij voor deze attractie. Maar in ieder geval, ik ga de volgende episode weer lekker verder zeiken op deze game. Laat een like achter, geef niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!